In 1953 vond je het allereerste vastelovensconcert plaats van toen nog het LSO en onder leiding van André Rieu senior. Nog ieder jaar is er een vastelovensconcert in 8 Limburgse plaatsen en ondertussen, omdat het veel zuiden is geworden, ook 3 concerten in Brabant, maar die zijn gans anders. Veer waren te gasten in Gelijn, bij de Vlarissen, waar het vastelovensconcert plaatsvond. En wat je gemist hebt, kunt je zaterdag nog inhalen in Zittert in de Schouwburg. Dit is het 31ste vastelovensconcert voor dich. En het tiende met het Filharmonieorkest Zuid-Nederland. Is er verschil tussen de puur Limburgse en de Limburgs-Brabantse concerten? Ja, dat is voor mij inderdaad het 31ste jaar met Phil Zuid. Zo heet dat tegenwoordig, hè, voor mij waar het Filharmonie Zuid-Nederland. Voorzien nu 10 jaar Phil Zuid. En eigenlijk is er aan deze concerten voor Limburg niks veranderd. De Brabantse collega's doen hun Brabantse concerten, die doen als 3. En veer doen onze tour door de Limburgse provincie, alle grote steden, grote theaters van Limburg. En daar is eigenlijk is daar niks aan veranderd. Het zijn eigenlijk 2 weken per jaar dat we een beetje weer ieder apart zijn. Wie kunt benoemen dat stich een slagwerker op bent, zes? Ik ga de hele organisatie doen van die vastelovensconcerten. Nou, als slagwerker, paukenist, ben ik verbonden al jaren aan dit orkest. Ik doe dit eigenlijk al 31 jaar zelf dan, dus dan heb ik wel wat ervaring daarmee. Ik ben uiteindelijk ja, toch een jong uit de regio. En ik heb het een aantal jaren, we doen altijd een blokjes van 3 jaar de dirigenten. En ik heb het 2 blokjes van 3 jaar gedirigeerd. En toen waren het eigenlijk zo van, ja, maar de dirigeers nu niet. Maar misschien is het wel goed dat we wel die expertise hebben om het te regelen. Het zoeken iedere keer naar repertoire. Ik moet zeggen, met deze dirigent zeker heb ik een hele goede klik in de vorm van samen repertoire zoeken. Verzoek altijd nog klassieke melodieën die passen bij vastelovend muziek. Maar ook vastelovend muziek tijdens zijn oorsprongheid. In klassieke melodieën. En dat brengen we zo bij elkaar. En ja, goed, daar hebben ze natuurlijk wel een beetje ervaring. Is dan makkelijk. Ulrike, du hebt overal concerten in Duitsland als dirigent. Maar voor die vastelovensconcerten kun je toch altijd terug naar die heemprovincie, hè? Ja, ja, du bist in Limburg en du bleefst in Limburg en du hebt het ook escape met de paplepel ingegoten gekregen. Alhoewel ik vroeger niet zo'n gans heftige carnavalist was, maar ik vind die traditie van dat samen feestveren, van op die dorpen dicht bij je inpakken, een paar joeksige dagen, gezellige dagen ervan maken, dat vind ik natuurlijk iets geweldigs. En dat is een geweldig verbindend element wat ze moest koesteren, dat is cultuur. Op zichzelf inspraak in het repertoire? Ja, en zelfs al van tevoren in de zomer begin voor dat dus te bedenken. Wij pakken voor erbij, wat zou voor als orkestwerken kunnen spelen? Wat doe je voor dit jaar in de vaste lovensmedley? Ja, daar ben ik met Ramon Spons heel lang over aan het filosoferen. Maar meestal in de korte box en met een glijske beer erbij, begin voor de aan. En wie is het nu om neven klassiek, vooral opera, obensie, veel lichter werk te maken? Ja, laat ik zo zeggen. Het is natuurlijk een filharmonisch orkest, een symfonieorkest. Dus we hebben in de eerste helft natuurlijk toch een klassiek getint programma, waar we dus ook een ludieke jasje aan kunnen geven. Daar zit bijvoorbeeld een Dvořák symfonie in, daar zit een Sousa-mars in, daar zit een intermezzo uit een Sarsuela in. Dus we proberen dat in de eerste helft toch nog bij de specialiteit van het orkest te houden. Maar dit orkest kent ook in een symfonisch jasje prachtige vaste lovens met Lies en carnavalsliedje spelen. Dus de bandbreedte van een symfonisch orkest probeer we hier in deze avond te laten horen. Wie wordt jou deistig dit? Ik ben nu het 2e jaar bij dit carnavalsgebeuren van Phil Zuid geïnvolveerd. Dus de vastelovensconcerten. En het is leuk. Het is leuk om door de ganse provincie te trekken en die dankbaarheid te ervaren. En ook die verschillende tradities en dat het overal juist een beetje anders is. Ik vind dat leuk om dat mee te maken. Is er veel verschil in plaatsen wat betreft de beleving voor de concerten? Zeer veel verschil in beleving. Of ook wie, zeker wie onze cabaretier wat we erbij hebben. Denk er wat wel als een pointe heel goed aankomt. Of denk er wat ze vroeg. Hey, die lachen hier daarover. We hebben nog niet zo gezien. Dus het is echt een verschil inderdaad van, zeg maar zeggen, van ijzer tot de mokerij. Wie de carnaval beleefd wordt. Helaas.
begint heel klein, dus met een soort introotje. Ik wou even drinken. Bart, de ene dag komen we dich tegen met alleen een accordeon. Hier heb ze zo'n 100 man achter die staan. Wie is dat? Erg leuk, Bert, erg leuk. En het zit er geen 100, maar het zit er wel heel veel. En ze maken geweldige leuke muziek. Dus dat is bijzonder chic voor mij. Ja. En wie ben je hier terechtgekomen? Even denken, ik ben al een paar jaar dat ik met mag. Ik ben niet. Het eerste jaar, volgens mij mijn derde jaar dat ik met op tour ben. En wie hier ooit. Ik ben even denken of dat via Fenne gegaan is of via Ramon, dat Temmik belde. Ik weet niet zo goed wie het gegaan is. Durf niet te vertellen. Toen heb ze nu ook een programma op L1 waarin ze ook naar Brabant geest met de Vastelovensconcerten. Deze alleen in Limburg, hè? Precies, ja, precies. Dat heb ze goed gezien. Maar ik ben wel met Christel in Brabant. Ik ben in Bergen op Zoom geweest, dat is ook leuk. Dan vieren ze namelijk ook Vastelovend. En hoe niet? Ja, en nu gaat van Brabant in onze carnaval, hè? Nu heb ze hier vanavond weer een concert. Vervuilie. Het geleen gaat speciaals. Dat moet voor dich helemaal speciaal zijn. Want toen ben je hier geboren en getogen, zeg maar. In geleen ben ik geboren. Ik ben ook een Deenke. Ik heb aan het begin van de tweede helft, zal ik maar zeggen, heb ik een stukje solo, een onderrondje met de mensen. Ik ben een Deenke. Misschien hebben ze nog suggesties. In geleen ben ik geboren, moet ik doen. Of heb ze leven dat ik van IJzer tot de boekerij doe. Nee, door mijn geleen ben ik geboren. En mijn goede oud geleen kent ze nog? Dat weet ik niet. Wie geeft dat ook alweer zingen? Oh, laat maar dan. Nee, in geleen ben ik geboren, moest ze zeker doen. Dat kunnen we doen. Nico, alle concerten werden georganiseerd door het orkest zelf, de Symfonie Zuid. En alleen het concert in de Hanenhof werd georganiseerd door de Vlarissen. Waarom doet hier het zelf? Dat klopt. Nou ja, dus eigenlijk vanuit de historie is dat zo gegroeid. Dat hebben we aangehouden. En we hebben daar ook een goede verstandhouding in met de Vil Zuid. Dus wat dat betreft willen we dat ook zo doen. Dat betekent ook dat we voor onze eigen prijs kunnen bepalen voor het keertje. Waardoor het ook hier het aangenamer is qua entree als elders. En wat voor faciliteiten moet je hier leveren dan? Nou, wat veel moeten leveren is het podium, de steul, de verlichting die we moeten leveren, omkleedruimte en dergelijke. Ja, en het programma en de rest, dat deed veel Zuid zelf natuurlijk. Deze het 11e jaar. 11e jaar. Ja. Wat is het eerste jaar dat Stig aanwezig was op het Vastelovensconcert? Dat ik in 14 jaar geleden, want ik ben geen geleidenaar van oorsprong, hè. Ik kom van het Kwakkertriek. Dus dat was de eerste keer dat ik aanwezig was.